Hallo beste kijkers van de Frisse Post. Ik sta hier op de hoek Dorpstraat Ruïnelaan. Nou, zoals je ziet wordt er hard gewerkt. En een nieuwe zaak in ons dorp, Tea Room Roos. En ik ga eventjes naar binnen. Ik ga kijken hoe ik... dat is precies op tijd, want het verbalen is oorverdovend. Maar dat hoort er helemaal bij verbouwingen. Nou, je hebt ook mensen die gewoon niks doen, die gewoon zitten. Maar je hebt ook mensen die gewoon aan het werk zijn. Ja, dat is Elko, dat is de eigenaar van Pakketbakkerij Roos. Dag Elko, hallo. Goedemiddag Harry. Hoi, je hebt even afgesproken dat we elkaar vandaag even zouden ontmoeten. Ja, dat kan ik, ja. Het is vandaag donderdag. En officieel zaterdag heb je een opening, dat is voor genodigden. Zaterdag voor genodigden. Ja. Maandag gaan we van start en dan... Vanaf 9 uur? 9 uur tot 5. Oké. Okay. Elke dag, 7 dagen per week geopend. Oké. Okay. Dus, en wat kunnen we verwachten? Weet je zoals dat ze in Engeland hebben? Ze hebben een tea room met... Ja, we hebben 14 soort verse thee. Mooie soorten thee. Koffie van een koffieleverancier uit Deventer, een eigen branderij. Oké. Okay. Natuurlijk het lekkerste gebak van Berg. Ja, dat is hier niet ver weg vandaan. Nee. Dus dat kunnen, dat kunnen de lezers wel invullen. Ja. Nou ja, jullie zijn nog niet klaar, maar het ziet er wel prachtig uit. De werkelijke rol is bij deze vergeten, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Nou, ik zal je niet aan het lastigvallen, want jullie hebben heel veel te doen. Ja. Heel veel succes en ik kom volgende week gewoon even lekker een kopje koffie met een lekker gebakje hier. Kom ik even doen. Hartstikke leuk. Gezellig langs. Zal ik zeker doen. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Uiteraard. Ja, ja. Heel veel succes en laatste loodjes. Ja, we zijn bijna klaar. We gaan het redden allemaal. Hartstikke goed. Oké, tot dan. Dag. Doei.